We zijn in mijn winkel The Gift of Magic. The Gift of Magic is een spirituele winkel hoofdzakelijk voor heksen en pagans. Hekserij is eigenlijk het bereiken van je doelen en het manifesteren van je doelen door het gebruik van magisch denken en rituelen. Ik ben ermee begonnen toen ik 15 was, op de middelbare school. Toen had ik een vriendin die daarmee bezig was en ja, ik vond het eigenlijk ook wel interessant. Dus toen ben ik een beetje ook gaan lezen en mee gaan doen. En eigenlijk sindsdien is het een deel van mijn leven. Ziet jouw leven er anders uit als die van anderen die niet in hekserij geloven? Ik denk in principe niet heel erg. Het enige verschil is dat ik af en toe een ritueeltje doe en eigenlijk in mijn denken dat magisch denken heel erg meeneem. Het zijn echt kleine dingetjes als een kaarsje aansteken, wat kruiden erbij, dat soort dingen, een spreukje zeggen. Eigenlijk dat soort kleine dingetjes. En je kan een ritueel zo groot en zo theatraal maken als je dat je wil, maar voor mij voelt het dan een beetje als poppenkast. Dus voor mij werkt dat niet. Sommige mensen die vinden dat wel heel fijn werken, maar ik heb dan altijd zoiets van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik begon met een webshop, die ik nog steeds heb ook trouwens. En op een gegeven moment werd de schuur te klein als voorraad en toen ben ik op zoek gegaan naar een grotere opslag. En dat was dit pand waar ook nog een winkelfunctie op zat. Dus dan ben je ook gek als je dat niet ook gebruikt. Dus bij deze heb ik ook meteen een winkel. En ruimte voor workshops en ruimte voor een beep. En ja, eigenlijk meer ruimte dan ik eigenlijk nodig had. Toen ik begon was de hekserij nog niet heel erg in de picture. En ik merk dat de laatste jaren gewoon steeds meer wel bekendheid krijgt. En steeds meer geaccepteerd wordt. Steeds meer mensen het ook interessant vinden. Het stigma begint er een beetje af te gaan. Ik denk dat het deels komt doordat de oude vaste religies een beetje terug beginnen te lopen. Dus alle sterke veroordeling van dit soort dingen is een beetje weg aan het ebben. En daarnaast denk ik dat heel veel mensen toch ook behoefte hebben aan iets van zingeving. En dat ze hierin wat meer vrijheid vinden dan in klassieke religies en levensovertuigingen. Nou, volgens mij zit er een beetje heks in iedereen. En iedereen kan op zoek gaan naar dat stukje heks in zichzelf. Dus eigenlijk, iedereen kan daaraan meedoen. Het is niet voor iedereen weggelegd om zich daar thuis te voelen. Maar proberen kan altijd. Mm-hmm.